U luistert naar een herhaling van 14 juni 2015. Pardon. Weet je de profeen, pardon. Pardon. Weet je de profeen, pardon. Anno mi wawande. Anno mi wawande. Dit is het programma The Tree of Life. Een initiatiecursus naar aanleiding van het boek Winti en Kimmit. The Tree of Life, ook wel de Afrikaanse Kabbala, is een spiritualiteitssysteem dat duizenden jaren teruggaat in de Afrikaanse geschiedenis. The Tree of Life, ofwel Boom des Levens, is een systeem van geestelijke evenwicht en loopt synchroon met de zonnekalender en de maankalender. De mens staat hierbij centraal als medeverantwoordelijke ten opzichte van alle energetische fenomenen en gebeurtenissen. Wat is de Tree of Life cultivatie? Wat is de Tree of Life cultivatie? De Tree of Life is een blauwdruk en spiritualiteitssysteem van onze kemetische voorouders om je geest, tussen haakjes, je ra, ofwel spirit, volledig te activeren en in balans te brengen. De mens is volgens onze voorouders een miniatuurversie van de spirit ra, die geboren wordt in de aardse dimensie gap. De mens is dus ineens bewust van de aanwezigheid hier op aarde. Je bent je bewust van het lichaam. Je bent je bewust van het bewustzijn. Je neemt een identiteit aan in deze wereld die gebaseerd is op wat je ouders je aanreiken, wat je omgeving en de maatschappij je aanreiken. Deze identiteit is een illusie en schept problemen. Jouw taak op aarde is om je ware identiteit te achterhalen. Onze voorouders van Kemet hebben een handleiding achtergelaten in de vorm van de Tree of Life en enkele belangrijke allegorische verhalen die als aanwijsborden moeten fungeren. Abun lobi branga sa respecti arkis mada so udebaka ina brochas fun fu 14 juni. Hotep, welkom. In nefu agran sabi, agran gade, ukaren anana, ukaren jawe, ukaren amen, amenet, amenra, amenet raet, ukaren so many fasi agron tapu. Nyan kompon, nyan konton, kedu aman, kedu ampon, awan gran krakti disi, we bari wan sweet kona ini, in nefu akrakti disi, we taki so serefi wan odi, wan sweet odi, wan sweet kona ini, in nefu atindusu ya di tronu, a mama bere trono, a historia trono di sifonu dina a bewijs dat die un historia e go passa tindu so yari wetaki odi innefu endis dona tapo a trono a mama di si shibara wetaki wan sweet kona ini wan sweet odi wins fa ye arki freide di yu des ma di den asari we begi freide di den en ja innerlijke rust en den di den a prisiri fiari vrede die ding en wie soort hoedanigheid u arki soso lobby soso vrede. Un abi un panel na ngauti de 14 juni dan ding oji wang ja, wang sweet, konai ni toe. Na sovetaki, goedemiddag luisteraars, we zijn er weer om met u kennis te delen over de Tree of Life. Een
goed luistergenoot, zal ik zeggen. Fijne middag. Ja, goedemiddag luisteraars. Mijn naam is Carlos, voor degene die voor het eerst is afgestemd. En ik zou zeggen, ook een hele fijne luisterstemming. We gaan over tot verzoek tot kennis. Annette Scherek Tehuti, Anouk Datinet Tehuti, Anouk Sekem Tehuti, Anouk Nesut Tehuti, Anouk Tehuti, Toau Neteru. De vertaling is, ik zoek uw aangezicht, intuïtieve kracht Tehuti. Ik ben de intuïtieve kracht van Tehuti. Ik ben de belichaming van de intuïtieve kracht Tehuti. Ik ben de essentie van de intuïtieve kracht Tehuti. Ik ben de intuïtieve kracht Tehuti. Met dank aan alle natuurelementen. En zoals gebruikelijk doen we ook een verzoek aan onze voorouders. Anetj Herek Baku, Anouk Datirnet Baku, Anouk Sekem Baku, Anouk Nesut Baku, Anouk Baku, Twaou Neteru. En de vertaling hiervan, ik zoek uw aangezicht verlichte voorouders. Ik ben de kracht van de verlichte voorouders. Ik ben de belichaming van de verlichte voorouders. Ik ben de essentie van de verlichte voorouders. Ik ben de verlichte voorouders met de kracht, met dank aan alle natuurelementen. Dat is hem. Oké. Dan, ja, ik vraag een takje dan hoe in die a heru cultivatieperiode. Me loco tapa papira. Ja, ik geloof van Sisa Dolores zou een korte mededeling geven even. Ja, dus ik denk dat we een interessant dit tussen toch? Ja. Nou, we hebben al aangegeven. We hebben al aangegeven dat we dus nu in de nog steeds in de Ma'at en Herakuti cultivatieperiode zitten. Dat is 6 dagen nog. En daarom gaan we eerst even, zoals we gewend zijn, terugblikken op de opdrachten en de zaken die we tegengekomen zijn in deze Ma'at Herakuti periode. En zoals gezegd, we geven er aandacht aan en uiteraard zul je ook geconfronteerd worden met de uitdagingen. Dus ik ga even terug om aan te geven wat Ma'at eigenlijk is. Waar staat Ma'at voor? We ervaren de invloed van de Neter Ma'at in de vorm van het verlangen naar orde, reciprociteit, gelijke behandeling over en weer, en de veiligheid die we kunnen verkrijgen middels overvloed. We ervaren de invloed van de Neter Herakuti in de vorm van het verlangen naar gegarandeerde veiligheid en protectie van onze medemens. Dit verlangen kan alleen bevredigd worden door de gerechtigheidswet van Herakuti. Het doel van Herakuti's wet is om vrede en eenheid met alles te cultiveren door middel van het onpersoonlijke mechanisme van oorzaak en gevolg. Brother Sam, als je niks hebt toe te voegen, kan ik doorgaan? Ja, nee, ik kan wel door, want dit is nou zo ondoekbaar. Oké, Dan gaan we nu verder met, zoals gezegd, de opdrachten van Heru. De Heru cultivatieperiode start op 21 juni tot en met 20 juli 2015. De wet van Heru luidt als volgt. U heeft de macht, maar niet het recht om Gods wetten te negeren. Kies ervoor om de wetten van God te volgen met de liefde en vreugde die voortkomt uit uw begrip en wijsheid. En de kracht van Gods geest zal vrijelijk door uw wezen stromen. De redenering hiervan, als we een vrije wil hebben, waarom zouden we dan toegeven aan emoties die bewijzen hebben schadelijk te zijn voor ons welzijn? Waarom niet kiezen om in vrede te zijn in alle situaties en uitdagingen? Vooral omdat dit de sleutel is tot wijsheid, macht en geluk. De Heru truïsme.
Ik begrijp dat ik op elk moment de vrijheid heb om met succes een gegeven emotie te overwinnen. Mijn vrijheid om te kiezen is de essentie van mijn goddelijkheid. Ik heb de wil, daarom ben ik vrij. Ik kan nooit gedwongen worden door mijn emoties en passies om iets te doen. God dwingt mij niet om te doen wat juist is. Hoe kan ik dan het dier in mij laten dwingen om te doen wat niet nodig is? Zal ik Seth, het kwade, het dierlijke, belangrijker en machtiger achten dan God? Mijn emoties zijn net als kinderen van een machteloze opstand. Ik heb de vrijheid om mezelf in bedwang te houden, om een beeld van het geheel te kunnen vormen zonder te handelen. Bradassem. Oké. Dan, Kande, Tjadisco even afwezen, a word to set, die u jere, shaitan voor de Arabieren, shaitan, satan, satanis, dus a ogri. He, dus uiteraard, lek van gade, hoe kom ik gewoon zo'n beeld van door ons heen? Als zo Satans refidien, kom ik gewoon beeld van door ons heen. Maar in principe, dat was een energie, zijn effenpressie, in alibisme ook toe. Dus te is hier een woord te zet, lek van man lees die jongens, dat ik zal ik zet, tussen aanstekens het kwaad, het dierlijke, belangrijker en machtiger achter dan God. Dan, nou, voorgeven aan dat hij, die zin, impuls voor ook iets aan de in alle libis maar van because in memory de bezig naar a tree of life en a tree of life ofwel boom des levens ofwel zaden you conquer kabala bakadati na wang leri di esoriu dat die alle den aspecten zijn den adoro say den a in say for you en den de 13 totaal. En dus set naar a pep naar a jemwa tranning voor one ding zijn e represent a tussen aanhalingstekens ogri, dat we tak ja tussen aanhalingstekens again, because ogri na nga boom na labels sa unlek libisma plak. En in Heru, a heer tori dat elkaar kring in mooie beredenering, dus dat e kon jons no. Maar voor Gomorra vara dan in a introductie voor Heru, dat je begin na nga de twee Heru's, memory again Heru na a wilskracht. So tiden tak Heru, in kemet in anyway na a wilskracht van libisma die na asroto in alasani a free one van libisma en dat make again look of so many of them trawa e waka makandra lekfa unshi maat na herukuti waka makandra sekab na tehuti waka makandra ta contact heru amadis na one di en one e waka because na a free one di na en wa one. Isabi, je kan gebruiken voor doe, voor door op je moest door, voor doe zij moest doe, een vrije wil. Dus dit is nou een prins paritori. Dit is nou een die moest weten, alle den trouwen. En na atrasse, het is niet geheel waar, omdat alle den trouwen in Europa anyway, maar dit is nou een zang om ik bewust gebruik voor den, komt dat in zo. Voor ik bewust gebruik voor alle den zang dat na je vrije wil ja van doe. Zo. In een allegorie voor een scheppingsverhaal voor Kemet, die een differente allegorie van moralek wande, dan in waf den je ziet voor het eerst je ziet een neem voor Heru, Kente, Maat. Dan die zie je naar een oude, blinde Heru. En hij is dan de zoon van Nut, en de hemel, hè? Nut en Geb de aarde. Moeder Nut de hemel en vader Geb de aarde. Maar deze Heru is niet Heru de verlosser. Dus zo een wil die zie aan een verlossende wil. He, dus een huistuin en keuken wil die zie die je geboren na een eerste Heru. Na een wansa ju abi, lekva wordt het aki huis. Huistuin en keuken niveau. En symbolisch is het blind in de allegorie. Deze wil, hij is dus blind in de allegorische verhalen van onze voorouders om iets duidelijk te maken. De blindheid staat symbool voor de zwakke wil die vervangen moet worden in het leven van de mens. Maar in welk opzicht is deze wil blind? Dat nou of die vraag zijn boemvoe stel. Je kiest wel uitleg voor een linker hersenhelft. Fysiologen claimen dat de linker hersenhelft dominanter is bij de meeste mensen, zonder dat ze weten waarom dit zo is. De linker hersenhelft regeert op aarde. En de meeste mensen kunnen deze hersenhelft niet overstijgen.
En daarom is er zoveel drama en slechtheid in deze wereld. Wat heeft dat te maken met de blinde wil, de blinde heru? Dan, we kiezen een lijst voor de functies voor een linker hersenhelft, dan gaan we de functies voor een rechter hersenhelft, according to de fysiologen, dus volgens de fysiologen, de wetenschappers dus, die onderzoek hebben gedaan naar de hersenactiviteiten van de mens. Dan in een rijtje voor de functies voor een linker hersenhelft, je ziet logica, je ziet details, je ziet realiteit, je ziet praktisch, je ziet namen van dingen, feiten, woorden en taal. Dus dat zijn de dingen waar de linker hersenhelft goed in is. Hè? Dus een hersenhelft dat die gefocust op de sandisi. Ajin, logica, details, realiteit, praktisch, namen van dingen, feiten, woorden en taal. Heden en verleden, rekenen, wetenschap, begrijpen, weten, herkennen, patronen, orde, strategie, veiligheid. En dat hele atra-lijst, een lijst voor een rechter hersenhelft, dat je ziet dat die gefocust en het bevat moro het grote geheel. Dus als je een beetje printje, het is impulsief. Het is verbeeldend, dus verbeeldingskracht na Asedati Aiwaka. Symbolen en plaatjes die op gericht. Tijdsbesef, filosofie, religie, betekenis, overtuiging, waardering, ruimtelijke inzicht, fantasie, functioneel inzicht, mogelijkheden zien, risico's nemen. En dan. Dat heeft je actie zelf dat oké, maar dat zijn de autoriteiten die ze in leg uit te account. Dat zijn twee functionaliteiten die ze voor de hersenhelft. Wel, alles zijn holistisch een passie voor een tree of life. Dus aan het trouwwoord toe, lijkt van mijn art een soort balans. Is dat betekent dat van houden in alles zijn. En zo als er mijn art, ofwel balans, die van houden in de hersenhelft voor jou. Voor mij alle den toe die zie in balans dat in a streven. Dus nou af den toe no boom moro a trouwang. Maar a feit dat if one no more, if je rokot op one no more, dan je a one problema. Het maakt eigenlijk niet uit of je rokot op zo'n linker hersenhelft of dat je rokot op zo'n rechter hersenhelft. A balans moest de ten alle tijde. Johnson, we go moro dipi. Sisa Dolores. De niet-holistische mens is blind voor bepaalde onderdelen van een geheel. Met andere woorden, de niet-holistische persoon ziet maar één kant van het geheel. Deze mensen luisteren enkel en alleen naar de stem van de linker hersenhelft in hun denkprocessen als leidraad. Zoals Brada Sam net zei, daar staat bijvoorbeeld logica en detail. Deze wereld is vol met universiteiten die de mens eenzijdig conditioneren. Dus ze leren ze alleen maar dingen van één kant, dus niet in het geheel. Zonder beleving en ervaring van de holistische waarheid. Hierbij enkele voorbeelden van stellingen die voor waarheid aangenomen worden door de meerderheid der mensen in blindheid voor de holistische waarheid. Bijvoorbeeld, de mens is een omnivoor, dus een alleseter, inclusief vlees. De ene ras is superieur ten opzichte van andere rassen. Dat is ook zo'n stelling. De oude Kemetische Egyptische religie is polytheïsme. Geloof in meerdere goden. Geluk is de ervaring van intens genot, plezier en vreugde. Materiële prestaties en verantwoordelijkheden zijn tekenen van succes. Dat is ook zo'n stelling wat niet helemaal klopt, hè? Intelligentie kun je afleiden van een CITO-toets. Het is natuurlijk om angstig, woedend, verdrietig of bezorgd te zijn. Ook zo'n stelling die nergens op slaat. God heeft een menselijke gedaante, een menselijke vorm. God straft. God is een witte man met een witte baard. Je kan alleen via Jezus tot God komen, zeggen sommigen.
Je kunt mensen doden in naam van God. God heeft de bruine rassen voor slavernij besmet, bestemd. De mens is een aardse creatuur van veredeld dier, enzovoorts. Dit zijn voorbeelden van de blindheid van de eerste Heru. Onze voorouders hebben ons dit duidelijk gemaakt middels allegorieën. Deze vorm van wil in de mens is het probleem op aarde. Totdat Heru, de verlosser, de holistische wil, geboren wordt en in ons wordt gecultiveerd. Carlos. Brother Sammy. Iets toe te voegen? Hoe kan de politisme voor Kemet? Ja? Dus, en eigenlijk alle bruine rassen gaat men vanuit van het is politisme. Yes. Omdat er wel low elementen. Maar als je hier een geheel vanuit een holistisch denken, dan is dat Alassane Wang. Mm-hmm. Vanuit Awang, Alassane heeft nou een keten, een scheppingsketen ja. in werking. Ja. Dus, maar goed. Ja, maar later we broken, kan je aan het idee, maar we broken op historie die is maar wel, zodat het gaat zitten. Voor een hertzandisie, want dit is... Een lijst? Ja, maar het alle uitspraken en... Precies, ja. Het moet gaan gronden toch? Ja. Dit is na Assange die maar ik bedoel, na conditionering. Maar dus Aladdin zijn, de meeste van die zijn ook ondios, want je veel angst. Dat het is natuurlijk om angstig, woedend, verdrietig of bezorgd te zijn. Ja. Alleen zo of God straf. Of God straf, ja, is dat niet toch? God is een witte man. Leg je op. Precies. Yes. Ja. En in Heru, Aladdin zijn die zijn comfort. Ja, natuurlijk. Ja, eigenlijk de comfort, man. Ja, ja. Maar nu je ziet precies, dat dan wil. Moro diep in beredeneren. Jawel. Oké, mensen, we gaan verder. Ja. Vrije wil is de essentie van de goddelijkheid der mensen. Alle dieren zijn gelimiteerd tot hun dierlijke configuratie. Hun dierlijke instelling of profiel van instinct wat gedrag betreft, behalve de mens. De mens kan zijn instincten overstijgen, omdat de mens de keuze vrijheid heeft middels de vrije wil. Voor de niet ingewijde personen is deze vrije wil de vrijheid om te doen wat hij zij wil, hoe en wanneer of waar dan ook. In de realiteit bezit de mens de vrije wil om te kiezen voor de goddelijke wetten van de spirit, op grond van begrip middels beredeneringen. Om de goddelijke wetten te belichamen, moet je kiezen. Je kunt het niet op basis van angst voor hel en verdoemenis. Ja toch? Ja. Je kunt alleen Gods voertuig worden door vrijwillig te kiezen op grond van de liefde, waardoor je amen, vrede, de innerlijke rust, kunt omhelzen in het diepste van je wezen waar amen en azar aanwezig zijn, de kern van je eenheid met God. Dit is waarom je de vrije wil hebt ontvangen. De wil Heru. Heru is de wil van de mens. De mens is vrij om de wil te gebruiken of niet. Vrij om de wil te cultiveren of niet. Maar hoe moet de wil gebruikt worden? Welk proces gaat daaraan vooraf? Voorbeeld. Pogingen om ongewenste gedachten en emoties uit te bannen zijn meestal zinloos, omdat de gedachten en emoties automatisch reflexen zijn. Ze kunnen niet middels de wil gecontroleerd worden. Mm-hmm. Oké. Okay. Wat zijn boven voor Stepan daar die zie in het diepste van je wezen waar Amen en Azar aanwezig zijn. Oké, okay, dus maar zijn in volga cultivatie om een lange dienst. Als ik dat hij maar altijd dat boven voor dienst maken die kan de haken passen. Yes. Dan in de eerste uitzendingen zijn sowieso, je vindt dat een Facebookpagina Stichting JMPR en website van jmpr.nl, dat we allemaal dat op een Facebookpagina ook toe. We hebben alle dingen op een rijpje, kan go teka a begin van tori dat is a pe un de. Te ontak dat die amen, de in you, want trainen voor gade, amen, amenet, a de in you.
dan tegenwoordig de sanda dat je begrijpt precies zou weten dat je na innerlijke rust zijn de in alle libisma. A eenheidsbeginsel zijn de in alle libisma asar. Maar goed, dat we gaan horen varen. Middels visualisatie van bepaalde dingen kunnen we wel denkprocessen, energieën en emoties controleren. Dus in plaats van te wachten om de ongewenste emoties of gedachten te confronteren, moeten we mediteren met het visioen van onszelf die deze gedachten en emoties overstijgt. En dat wordt je dring dresi wat tisiki, want ik van Carlos lees die jongens zo de. In om denk dat die de sansa e pray in you, de visioen zij je abi, de sansa e kon you e de denk is aan je zelf verbreken. Hey, zij de me denk zo want dat rozani. Dat na fitting go fitting, dat mido wanda sandis kon me e de no. Zij je do a tree of life leer je voor dring dresi wat tisiki. En dat wordt je schreef je moet zeggen dat voor ten aten je hebt mediteerd dat afvast van je wan denken begin je den prentje die je wan voor je in je libi en dat zo zelf safri hij troon automatisme want lek van brada Carlos Lacey alle den sansa ik kon spelen in je op na automatische reflexen zijn nou automatische reflex nou wat sansa dena in je dan hij troon reflex hij troon automatisme dus te je zorgen dat den denken is dat je wan niet begin tron automatisme in you dat in principe dis na afasi van ifa you e ano dan no feti e feti ma you e sorgo dat you e di you sa you na captain fa boto le kanen ta ki boto son ro captain we herhalen ke ma bo ferale branti ma ka dus na nga you wel scrap ye de boto fu you ka ye de captain fu you boto and that e sorgo dat you e pare le fa you wanin. Dus aan het trouwwoord toe, ik wou lezen, Jozo, je moet mediteren met het visioen van jezelf, je zelfbeeld, zodat je je emoties kan overstijgen. In het hoofdstuk van het heroïne, ofwel verbeeldingskracht, zullen we concrete voorbeelden terugvinden hierover. Het belangrijkste om hierbij te realiseren is dat de wilskracht gecultiveerd moet worden. De wil kan niet gebruikt worden om ongewenste gedachten en emoties te bestrijden. Dus wanneer je moeite hebt met emoties of conditioneringen, dan is dat een teken dat je de wil verkeerd gebruikt. Je kunt geen confrontaties aangaan met behulp van de wil. Je kunt middels trance en visualisatie de wil voorprogrammeren om het juiste gedrag, de juiste denkprocessen, de juiste energieën plaats te laten hebben. Onze voorouders hebben ons een hint gegeven dat we verbeeldingskracht moeten gebruiken om de wil te programmeren. Hoe hebben ze dat gedaan? Van de voorouders voor zorgen dat een wil na een verbeeldingskracht in wakas tjinsching in wan va. Nodat de afhankelijk voor eigenlijk attendum zou utaki, maar na trase na een onderdeel ving ook toe. Het gebruik van verbeeldingskracht het Heru als voertuig van de wil is duidelijk gemaakt in de naam Heru. Heru vertegenwoordigt de menselijke wil, ik wou zeggen. En awortu het of hut hè, betekent huis. Dus het Heru, ofwel het Heru, houdt de spreken uit van soort fasie ook toe. Het Heru betekent dus huis van Heru, voertuig van de wil, dus gereedschap van de wil. En dan succesgurus, like Maxwell Maltz, dus maar die zat een soort man dat hij leest boeken of een soort maar dat hij een soort man zei je vaak in de boeken of film The Secret, is dat toch? Een soort man dat hij etaki dat als iemand een bepaald beeld lang genoeg voor de geest houdt, dat het zich zeker zal manifesteren in realiteit. En dat is ten dele waar. Een beeld voor de geest houden is net als een aanwijsbord voor de geest. Ja, dus a geest, a spirit, a levenskracht. A beeld zij horen in you, nou een aanwijsbord die a spirit, a levenskracht is. En a spirit die is uiteindelijk de energie aan de basis van de manifestatie. Brother Carlos. Manifestaties in de wereld vinden plaats middels vier componenten, onderdelen. De wil die de beweging van de gedachte initieert. Het beeld dat als aanwijsbord functioneert voor de geest, spirit, levenskracht, te zaken. Waardoor het beeld wordt gemanifesteerd. Het genot dat de visualisatie van het eindresultaat oplevert.
Dit genot verlevendigt de geest. De overtuiging dat het doel bereikt zal worden, tussen haakjes, overtuiging kan afgeleid worden van geloof of vertrouwen in de wetmatigheid van de reden. We zien in de wereld dat geloof niet altijd helpt, maar de wetmatigheid van de spiritualiteit brengt meer overtuiging dan de hedendaagse geloofssystemen. We hoeven bijvoorbeeld niet te geloven dat hitte ons eten zal koken, of dat water bevriest bij bepaalde temperaturen, of dat de wetten van aerodynamica een vliegtuig in de lucht houdt, enzovoort. De elf wetten van de spirit zijn net zo accuraat, nauwkeurig. De wet van Amen stabiliseert de spirit, harmoniseert en visualiseert de spirit. Legitieme vreugde in de juiste proportie, energie, energeniseert de spirit. En de wil brengt de spirit in actie. Dolores. De reden. Reden is niet alleen een methode van correct en kritisch denken en conclusies trekken. Deductief beredeneren, ook een moeilijk woord, is beredeneren waarbij het bijzondere uit het algemene wordt afgeleid, heeft de macht om overtuigingen te scheppen die op hun beurt vertrouwen genereren. Dit alles op grond van logisch concluderen. Overtuigingen kunnen vorm krijgen in de geest, zelfs ook al is het beredeneerde argument juist of onjuist. De wonderen van religieën bijvoorbeeld kunnen niet bewezen worden. Sommige religieën kunnen niet eens het bestaan van God bewijzen, laat staan de wonderbaarlijke helden die in Gods boeken voorkomen. En toch boekt dit resultaat bij sommige gelovigen gelijk een placebo. Het werkte in het verleden, nu en in de toekomst. Daartegenover staat de groep mensen die alleen vertrouwen hebben in wetenschappelijke wetmatigheden. Mensen voor wie het geloven niet werkt, vroeger niet, nu niet en nooit niet. De Paul Netero, de elf wetten van de geest, voorziet in de juiste argumenten die wetenschappelijk getoetst kunnen worden aan de waarheid. Je kunt je eigen leven beredeneren met deze elf wetten als uitgangspunt, met logische, op waarheid berustende deducties, dus verhalen of uiteenzettingen. Hoe kun je bijvoorbeeld niet vertrouwen op innerlijke vrede in plaats van woede, angst, bezorgdheid enzovoorts? Terwijl het bewijs voor de hand ligt, woede en angst en bezorgdheid kunnen je letterlijk doden. Je kunt er ziek van worden. Je IQ wordt hierdoor aangetast, waardoor je domme dingen kunt doen. Oké, grand Annie. San Fiti Jaso ook te voor Chaka Fesina, die zei dat wat lo moeilijk wordt te comfort in die naam. San San Untaken Futenaten. Luko nou, un doen best voor zo voor mogelijk voor de, maar je ziet in no man poor Aladdin wordt toe. Dat je wil gaan diep in dat stof. En dit is een soort dat, oké, zou je doen, zorg dat we broken, dat alles maar toch kan volgen. En na trace, na een plicht voor alle libisma, voor gro. Dus op een gegeven moment, toen je te jullie luisteraren, Arki, heb je pen aan je papieren naar je. Schrijf, dan zal je berekenen dat, hé, zal je dat dapen. Maar no go focus om zit op een woord op een moment dat is, zodat je nog last de tractorie zal otaki bakken dat is, want zo je last aan rode draad. Je snap je toch? Dus schrijf snel en dan, go more vara. En een mooi toren van, ik kan Arki Asandis bakken. Een heer uitzending, ik kom bakken op internet in herhaling. Dit op YouTube zo meteen ook toe. Dus ja, wil ik naslagwerk. Want te ontdekt voor een reden, look, a tree of life, nou eigenlijk in de hele biologie, no one systema sang make you a redenaar like this.
Isabi, want alasani I saw I tena finifeng I saw of you got diking, stoting, pote anafa, isabi to kraken tak te yuk bananga wantori, te yuk bani de nier wantori dan in principe a mustawa overtuiging in you yeye futego. Omdat i looking for alasai en dan i jewan presi. Dus dan te efun kiamchi exemple confusansi sa dolorous lazy jonso. Taki fa ino kan bribi. Dat woede naar angst en bezorgdheid ochir je. Terwijl wetenschap is sorry dat adesso. Wetenschap is sorry dat dat die ati brong en adesso dat hey you broodo, you attend dat je alles wat zijn hebt aan je. Dus dat want dat je logica of deductie of dus uit gevolgtrekking moest leren dat dat die if ati brong ochir je. Dan gevolgtrekking, ofwel deductie of logica, moest leren dat die innerlijke rust naar sang oor ja libi. Is dat wat ik bedoel? Dus dit is naar logica. En dit is naar een pisi fusa den kar ampo in a tree of life. Dus tegen toon die zegt dat die sap dat die abifus kafu na nga you 100,000%. You lek alibis ma, you emoties, ala den san fa je firi, fa je denki. So, hoor dat dat ede. En na trase ook to den moeilijk woord to skrif den. Parkeren even arkidoro gosuku den want wabif grow in alla fase. Oké, okay, dan we go more vara. Hoe kun je niet vertrouwen op het een zijn met anderen? Dit is agenda of de logica toch, of de gevolgtrekking. Because, college in Nederlands even voor zich, terwijl het tegendeel, vijandschap dus, het tegendeel van eenheid, dit verzwakt je levenskracht. Want ik van brother Carlos Beleza vissi, den sansa moest energetiseer je levenskracht. Is dat toch naar eenheid, naar innerlijke rust. En Aladdin Trasani, ik doe het tegendeel. If innerlijke rust energetiseert je levenskracht, dan dat want dat je broeia at die bron zou dwangen, hij verzwakt je. Eenheid energetiseert je levenskracht, dat want dat je het tegendeel, ofwel vijandschap, dan zou dat je zou dwangen, of shut je vrije, dan brokken je eigen nekkie. Is dat in alle opzichten. Dus je innerlijke vrede wordt daardoor vernietigd. Je ra power. Want ra, nou want ra wordt je spirit. Ajeng in den in het verleden, een chaneng broko die skafesi. Den kemet is de man tak ra. De moslim den tak ro. Den Jew den tak roa. Maar na schrijf zijn de allemaal bedoeld en dat naar je spirit. Zo, te weet dat ra, of een tak amen ra. Dat tak amen ra, dat tak voor amoro heel spirit vorm. Dit is na een overkoppelende spirit. Maar goed, dat nou een zijstraatje even. Dus, dit is aan die zee, vernietig je ra power, ofwel je spirituele kracht. Te june libinafa, te bruya danga yo, te oneenheid denanga yo, oneenigheid. Om je doelen te bereiken, je vernietigt dat die. Dus je spirituele kracht om je doelen te bereiken, vernietig je door deze emoties. Dan we kiezen drie fasen van bewustzijn. Want een exemple, hè? In relatie tot de spirituele energie manifesteert het bewustzijn zich middels drie modaliteiten, drie vormen. De dagfase, ofwel wakker zijn. Heru, de wil, in deze staat, wanneer we wakker zijn, is volledig actief, zodat gedachteprocessen gecontroleerd kunnen worden. De essentie van deze staat is de actieve controle van de wil over de denkprocessen bij volle bewustzijn. We zijn ons bewust van wat we denken, hoe kan sturen bij. Isabi, je bent wakker. Wilskracht is dus actief vanuit het wakker zijn. Dan heb je de tweede fase, de droomfase, ofwel mediamieke trans. Als je een woord toe, zoek je opschrijving mediamieke trans. Maar nou een droomfase. Die wordt vertegenwoordigd door asset. Ofwel, sa unkar winti. Want memory asset na trans. Asset na sa wekar winti. Voor ko in atrasfeer. Ko in atrafase. Voor jou, libisma. Dus in dat geval, die zie we ja, ik zeg voor droomfase. Nou, een vormving. In deze fase is de wil niet actief. De essentie van deze staat is de automatisme van gedachteprocessen. Dit is de normale droomervaring. De droomfase geeft ons toegang tot het verleden, de toekomst en gebeurtenissen die buiten ons wezen omgebeuren. We kunnen ook inzicht krijgen in de vaak ongewenste
automatische opdrachten die de spirit voor ons uitvoert in ons leven. Opdrachten die we overigens zelf onbewust geven. In deze staat is de receptiviteit, dus de ontvankelijkheid, ontvankelijkheid van de geest, is heel hoog in deze staat. Maar onze wil is slapende en niet bij machte om gewenste veranderingen aan te brengen. Oké, want je had toelichting, Jaso. Dus Jaso, je ziet dat dit is na tweede fase. De eerste fase, je deed naar ei. Dus je kan bepalen, zei Ipsa. In de tweede fase, nou, te je deed in het adring, dan dat je naar zo sang programmeer in je op overhand. Want dat je ook toen naar preespeel kan, je dacht, hé, te wiki den sang zei iedereen, dacht, hé, dat want dat ik moet daar of daaraan werken, want. Want dat zijn kong ter sprake van, you know, minder wande eigenlijk. Mm-hmm. Maar dus dat je ziet dat hij, dus mij zo kijkt dat hij in een fase die zie, eigenlijk je spirit die heel ontvankelijk voor opdrachten, maar doordat je nou de vijkaren naar ei, dat je nou maar sturen bewust. Hè? En dan a tree of life, je leert je van je doet dat wel, want dat na a chucha fatori. En dan we gaan naar de derde fase, de middenfase. De middenfase is de fase waarbij we wakker zijn terwijl we dromen. Dus die is na meditatie. Je bent aan het dromen, zogenaamd, in een trance beter gezegd, maar je bent dus ook wakker. Dit is de hoogste vorm van meditatie en wordt vertegenwoordigd door Asar. Deze staat is een combinatie van de twee andere toestanden. Dus het wordt vertegenwoordigd door Asar, maar het wordt ook vertegenwoordigd door Aset. Want alles aan ze hebben te maken met een trance, meditatie, naar Aset. En daarom heb ik in allegorie, allegorie, ik ga over dat den toe, ook kisap ching, die na heru, wil, wilskracht, fu, verlos a libisma. Oké, okay, dus dan togo bakanen, dan een combinatie voor den toe, toestanden dus, gedachten vloeien vrijelijk in en uit, maar omdat de wil actief is, zijn wij in staat om selectief de gewenste gedachten op te roepen. Dus drie componenten dit daarbij. Zowel a trans, ofwel aset, zowel asar, ofwel a hoogste bewustzijnstoestand, maar zowel ook de wilskracht die kan sturen bij. We kunnen de spirit vragen stellen over specifieke onderdelen van ons leven en we kunnen de wil inschakelen om de gewenste veranderingen aan te brengen, omdat de receptiviteit, adje awortu, ofwel ontvankelijkheid ja. Dus adje aanwezig voor a spirit. Dus bovendien kunnen we ons alles herinneren. Daarna, dus te iwiki, dan tenminste te stop na a meditatie, want die zijn nog sribi bewust. Die is nog sribi dat in a controle over, die is nog bewust, je go in a trance toestand. Is dat niet toch? Omdat bewustzijn door de wil gedirigeerd kan worden. Want Jacques uitleg vindt, nou die ziet dat hij in a fase die zit voor meditatie, adjen, lek van lezen, dan you. You na captain fa boto dape, because le fa un lazy jong so I can axi you yeye sani. Want bewust you can axi you yeye to na lekte desma funi in a winti desma o te ka krabasanga watra e trowe watra grong e axi e tak mofo e axi once ma e a yeye fasma of te ye duenji you serefi want you can do you serefi. So that's this ye make bigi sma fi you duenji you. Ma in a geval is de sorry wa fasi fu du asref sani ma no in wa meditasi forum pe you de no in a meditasi. You know, en dat is maar, we nemen aan dat is maar, zij luistert sapsana meditatie en anders je arke de eerdere uitzendingen voor Google erover. Maar te idee in dat staat, die zie dan, je kan taki nanga as you yeye. Isabi, en je kan kies antwoord voor you yeye adjeng. En dit is na appreciatie ook toe, en dit is na moro belangrijk, want we doel tapu nono de. We bedoelen nooit dat die disina appreciëpe you o stuur you je ego dat disna sami wani disna den passi di mi wan you teki disna afiri di mi wan you firi en I go gepaard adjeng na een vierde component baka yoshi later dat na verbeeldingskracht pe te you wilskracht de aan a wilskracht kan haar in u af den kom. Je zou het toch in asone disi tussen asar na een aset. Mm-hmm. Dan in osorgu nou tak dat die a printje sa yuwani, isabi yo sheng, a verbeeldingskracht. Mm-hmm.
afiri sa yu afiri, yu fira afiri dat tapa moment dat e. Wins na wansan sa mousop sa, trajari, ma a moment sa yu de no de bezig, yu bidin fira no. Ok, bra Carlos. Tijdens normaal slapen en dromen hebben we geen controle en kunnen we ons vaak niets herinneren. Het is belangrijk om dit te realiseren, zodat we de wil kunnen gebruiken op de juiste manier om te manifesteren. Deze Heru en Azar bewustzijnstoestanden verschillen alleen in presentatie. We zijn Heru wanneer we middels de wil de 11 wetten belichamen. We zijn Azar wanneer de 11 wetten automatisch nageleefd worden. Zelfs in onze droomwereld, omdat ze geïnternaliseerd zijn in het denkvermogen en levenskracht. Tussen haakjes je eigen gemaakt hebt. Onze voorouders zeggen dan ook dat Heru de verantwoordelijkheid draagt om Azar op te wekken. De wil gebruiken om gedragspatronen te cultiveren zodat ze automatisch worden, is het werk van Heru. Heru is de verlosser. Verlosser van wat? Verlossing is de bevrijding van de lagere naturen, dierlijke instincten, emoties en verlangens van de mens. We weten nu dat de wil hoofdverantwoordelijke is voor deze bevrijding. Heru is je verlosser. En verlossing kan niet via een andere kanaal tot je komen dan via je eigen wil. Je bent dan compleet Azar als de 11 wetten automatisch belichaamd. Ga een overeenkomst aan met Azar door deze 11 wetten tot je zelfbeeld te maken met behulp van Heru. Samenvattend, Heru moet je voorprogrammeren middels meditatie en visualisatie. Wanneer ongewenste gedachten of emoties in je opkomen, vecht er niet tegen, maar visualiseer de juiste gedragingen, de gewenste gedachten en energieën in je levenskracht. Zie dat de woord. Nou, dat was dus Heru, helemaal uiteengezet. En zoals gebruikelijk gaan we over tot de opdrachten, want ook Heru heeft zijn opdrachten. Opdracht 1. Schrijf een korte essay over hoe jouw verlangen naar vrijheid en controle over jouw leven zich manifesteert. Ben je iemand die zich niet aan regels houdt? Probeer je andere mensen te controleren? Erger jij je aan autoritaire figuren? Heb je zelfdiscipline? Maak een lijst van al je emotionele en sensuele gedragingen. Noteer de beelden die daarbij een rol spelen. Gebruik deze beelden als een scenario in de volgende meditatie. Scenario. Visualiseer één of meerdere situaties waarin je vrijheid wordt uitgedaagd om vrij te zijn van emoties en sensualiteit. Truism, goddelijke wet. Ik ben dankbaar, Neder, dus God, omdat ik vertoef in de vrijheid van de wil die ik van u heb ontvangen. Als ik de vrije wil niet had, dan zou ik verdoemd zijn tot het dierlijk leven, de laagste menselijke toestand. Het is de liefde van Forneter die mij beweegt om grote dingen te doen. Het is de liefde om de gelijkheid te belichamen waarin u mij hebt geschapen, waardoor ik dankbaar ben. Ik ben voor eeuwig dankbaar. Visualisatie van harmonie met deze wet. Zie jezelf acteren op een wijze die bewijst dat jij je vrije wil succesvol hebt gebruikt. Bijvoorbeeld, haal een situatie voor de geest waarbij je een sensuele slipper zou kunnen maken. Dus bijvoorbeeld vreemd gaan. Of een trigger
tot een emotionele uitbarsting of een situatie waarbij jij je controle over anderen probeert uit te oefenen. Zie jezelf dan op de juiste wijze reageren ten opzichte van deze triggers. Oké, grandani. Dus dan leg van Cesar de Loro staki udeno in de opdrachten, voor Heru. San fiti adien voor chaka fesi dat soms maar, want voor roken vanuit dat positieve, het kan in sommige gevallen. Dus in principe dan, no, ik ben kan in plaats voor char one beeld kon in je systeem voor si pe, oké, pe, ik ben kan go fout. Want dit is naast aan niet, je char one beeld kon in je systeem pe, kotak. Uitdaging bij de voor mekaar slippertje. Maar dan, je is schius refi, no edu dati, dus een juiste handeling idee nafa. Trasma vindt dat dat jere no, unwan de gewoon nafa, unwan hara beeld kon voor een slippertje of whatever, of een uitdaging. A kan, alleen in zo'n gevallen, is dat toch, in zo'n gevallen anormaal. Is dat dus, de opdrachten no def zo. Maar Lukusai kan doen, het gaat erom dat je programmeert je schrijven nou voor dit ten alle tijden na afa. Is dat niet toch? Maar je kan doen alsof toch? Dus dat je. Nou, maar soms, ja, soms nee, maar. Dus dit is zodanig niet een libita. Slippertjes niet nee, comfort. Nee, precies. Dus dat je na een vak bouwt maar zo pas. Ja, maar ik zou praten zijn met dat je, dat is je een pot in het travasie, dat toch je moet staan bij stil. Dat kan. Ja, dat kan. Ja. Dan jij herstelt. Jawel, precies. Want je kan het niet, dus te je onderdrukken, man. Mm-hmm. Nou, emotie onderdrukken. Precies, eigenlijk. En dat je fit is. Ik wil voor je roepen, sorry, naar het begin. Ja, maar, na trance, ik vind het leuk dat je soms maar, kotaki furu. If you mad, ja, alles maar beledig, maar dat ik kan een president, maar nee, look who wants on the tap that fra, you know, taking. Is dat dus een ding je systeem akba. Dus in principe vanaf chinte a ding je akba. Dus te yoga visualiseren, no, als aan dat nepre, wat al die. Is dat wat ik bedoel? Dus dan, te wa opdracht bo de fu furu, dan you naf go char a beeld contact you want in the way, nooit je kon de uitdaging dat. Dus dat want ik dat je su je sinus refi, let fa you de, let fa imus de. Zonder den jugu dat. Dus dat na dus den toeseva a munt, sa in a vrijheid wil je desma. Is dat dit toch? Dus dat wil je gomoren varen. Visualiseer een zegen die je ontvangt. Omdat je in harmonie bent met deze wet. Dan, als dan is je in alle opdrachten het visualiseren van iets wat je ontvangt. Want adjen, dit is na van je mek a ontvankelijkheid. Dus voor chara sanko in je libi, je moet zien. Jongens, nou, je kon in die verloop voor Heru. Fushi sang na verbeeldingskracht in Alasana grondtappen voor Alasan Mickey vanuit verbeeldingskracht naar Asanta. Hoe herhaal altijd before. Maar Yoshin Allah Yurutaki, je visualiseert een zegen die je ontvangt omdat je in harmonie bent met deze wet. Zie jezelf genieten van een doel dat je al lang hebt willen bereiken, dat je nu wel bereikt hebt omdat jij je levenskracht hebt gevitaliseerd en geharmoniseerd met vrede ofwel een innerlijke rust. Want een innerlijke rust naar een basis, een vertrekpunt, die alasani in aieje. Dat maakt dus naar een eerste relatie dat je go aan in die cultivatie. Die begin in amen, je begin voor internaliseer een innerlijke rust. Dus alle momenten dat je doet een opdracht en je ta in haar rust, je ziet jezelf in haar rust, zonder emoties, zonder verkeerde handelingen, zap dat hij naar een. Nou, wat krijgt die je aan je dappen? En dat krijgt die dat die aan je dan je kan go oogst. Is dat toch? Want dan in principe visualisatie naar eerste stap van oogst. Dat want dat ik in de vorige uitzending ben dat voor de zelfstandig. De zelfstandigheidsdrang voor jou of agenda voor jou. Een moment dat hij nou een mooi moment voor Charing komt. Want idee na een sfeer. Voor, you know, a krakti, you know, dus dat je zegt dat ik, hey, met chemische revi in een zelfstandige positie, sana a positie, die me de nasser naang, relax, me libi sweet aan alles, maar me praat, sabi, me praat, lobby aan alles, maar is dat me de namifa, want je moest ervaren, je moest zien, dat na visualisatie. Oké, verklaring van onschuld, een voorbeeld, ja, zo adien, want
schrijft zijn gelden, ik kan potten in een positieve, hè? Dus in plaats van niet, ik kan potten dus, oké, wat schrijf je een voorbeeld voor, van je doet à la toe. In elk geval zijn schrijven naar deze. Ik heb niet toegegeven aan beelden die mijn emoties triggeren. Woede, tussen aanhalingstekens, angst, tussen aanhalingstekens, of beelden die mijn sensualiteit op een verkeerde manier prikkelen. Porno bijvoorbeeld, of dingen die mijn gezondheid aantasten. Tussen aanhalingstekens, roken, drinken, junkfood. Maar, ik heb niet geprobeerd om mijn gedragingen te controleren door een confrontatie met de wil. Maar wel middels visualisatie en meditatie ter programmering van het juiste gedrag. Nou, in principe ligt het voor de hand. Alleen CP niet deed, ik heb wel dit gedaan, of dus het positieve. Ik ben mijn emoties de baas geweest. Ja, maar dat klopt het niet. Want je kan niet overal zeggen waar niet staat, wel. Nee. Dan zeg je... Maar daarom met de kwartiedeltje mee. Okay. Nou. Dus je zou kunnen zeggen, ik heb wel mijn emoties onder controle gehad. Ik heb mijn sensualiteit onder controle gehad. Ik heb mij... dan bij prikkelingen zou je zeggen, ik heb alleen maar prikkelingen van positiviteit gehad. Isabi, dus in plaats van prikkelingen van negativiteit, ik heb alleen maar prikkelingen van, want er zijn impulsen, dingen die in je opkomen. Ja. Dus, maar daarom doe ik alle toemogelijkheid. En if you want doing, dan moet je inderdaad heel zorgvuldig gaan beredeneren van, oké, waar kan ik wel en waar kan ik het niet doen? Isabi, toch? Dus dat die. Teluku, ik heb niet geprobeerd om mijn gedragingen te controleren. Dan zou je kunnen zeggen, ik heb mijn gedragingen middels meditatie, op het rechte pad gehouden, zeg maar, of rein gehouden, of positief gehouden, of whatever. Dan we gaan naar de opdracht. Opdracht 2. Heroverweeg de introductie indien nodig. Zijn er als een regeltje dat je zien vaker, omdat zo reis, door dat idee, want diep in haar stof, dan zo reis dat boef, boef, naar het begin van, wacht, waar ging het over, voor kan ik een link naar een opdracht, zou je kiezen dan. Dus heroverweeg de introductie indien nodig en maak een lijst van je emoties en sensuele gedragingen waar je moeite mee hebt. Noteer dat visualiseren voor je of tegen je kan werken. Dus visualisatie kan voor je werken, maar het kan ook tegen je werken. Visualisatie, tussen aanhalingstekens verbeeldingskracht, is een eigenschap dat automatisch en dus ongevraagd werkt totdat we het bewust gaan cultiveren. We zien automatisch beelden in de geest die door gedachten, woorden, geluiden associatief opgewekt worden. Zeker ook met betrekking tot onze sensuele gedragingen. Ajeen om tien brokken in Sranantongo. Verbeeldingskracht. Nou, een sani sang, nou een tranga van je karing, wroko sani view, voor jeep you. Maar ik kan wroko boem tranga tegen you. Voor zijn de, omdat ik van woord toetaki die Jos in Nederlands, hij wroko automatisch. Je hebt controle in tapu. Dus als je een wilskracht naar een soort voor sturen en voor dirigeren. Want verbeeldingskracht, waarom is een verbeeldingskracht, if you want it of niet? Associaties en charen kon. Zijn associatie, te je jere wat woord, if one smatak groen, dat je si wan groen sani. If one smatak wan bon, dat je si wan soort bon san kan de you gwent fushi, if na wan manja bon of, dus associatie anyway. Yes. Dus dat want taki alle woorden, alle sansa yeshi, alle sansa yeyere, et chawa associatie kon en wan beeld kon in je systema. En wan beeld, nou een verbeelding, dat visualisatie. En dus daarom, moet zorgen dat je programmeerde beelden sa you want in je systema. Want alle sansa ye tanshi constant in je geest. Je geest, je yeye do sobu, je ra, e berekent dat, oh, na disa wan mi met jen. Dus if alla yuri yeshi dem beeld voor problemen in you ede, alla yuri yeshi dem beeld voor werede, whatever, you yeye, e bereken, hey, na dis brada samwani dus afmisen, dis kodje. Ik heer wan bomi wan gofeti. Isabi toch? Dus dat na sani, dus daarom ik a wilskracht na asansa mus, you mus zorgen dat anga eng, je zorgen voor zet alla den tra obja of you, if you beka, if you onkaar en zo. Want alla den frok tu, you can see de lek obja, if you wani, winti. Dus dan a wilskracht na a heru, sobu, na a wang, die moest zit de allemaal konafa. Mm. Want in a srefa wang, die moest wiki in papa srefi, asar, in a tori. En daarom ik in zo'n geval, in de religie, den kare Jezus,
de anga de soort van dat. Maar goed, dat nou een zijstap. Dat we gaan ervaren. Vandaar dat we de wil moeten gebruiken om bewust de gewenste beelden te kiezen voor het geestesoog. Deze krachtige gereedschap, genaamd visualisatie, tussen aanhalingstekens verbeeldingskracht, moeten we niet op automatische piloot laten. Anders zal het vaker in ons nadeel werken dan in ons voordeel. En daar hebben we de wil voor nodig. Dus ja, onbrokkenbrokkenkba. En wat dan zou ik voegen aan toe, waarom staat er dat het vaker in je nadeel gaat werken dan in je voordeel? Nou, kijk maar om je heen. De wereld is geconditioneerd op nadeligheid. En if nadeligheid na basi, ligt van bij lezen aan linker hersenhelft in rol. Die is nou op de reden, zei ik je go lezen aan introductie baka. Aan linker hersenhelft in rol. En dat want takkie oppervlakkigheid in rol. Dus oppervlakkigheid, verkaring, a kracht in dat op je visualisatie. Dus dat na atori. Brother Carlos. Hi. Verklaring van onschuld. Ik heb niet geprobeerd middels strijd mijn emoties, verlangens en sensuele conditioneringen te neutraliseren. Benoem hierbij de emoties, de verlangens en sensuele conditioneringen tijdens deze verklaringen. Let wel, dit is privé-informatie. Hou het dus privé, maar wees wel eerlijk tegen jezelf. Ik heb niet toegegeven aan de automatische opdoemende beelden in mijn geest van activiteiten die het menselijk zelfbeeld voeden. Ik heb niet toegegeven aan beelden in mijn geest die mijn emoties, sensualiteit en verlangens voeden, bijvoorbeeld beelden in je geest waarbij je huilt of boos bent of het beest uithangt op welke manier dan ook. Let wel, dit is belangrijke informatie om te verwerken, omdat we groeien in een wereld met heel veel perversiteit die in beeld gebracht wordt. In bijvoorbeeld seksboeken en films, gewelddadigheden in films en in het nieuws. Dit levert allemaal beelden op die in onze geest geprent staan. En deze beelden gaan een eigen leven leiden in de geest. En het is de wil die ons kan helpen om onszelf te herprogrammeren. Maar de wil kan nogmaals niet met geweld gebruikt worden om ongewenste beelden in de geest te bestrijden. Je moet werken aan het voor de geest halen van de juiste gewenste beelden. Bijvoorbeeld, als een verkrachtingsscène in je geest opdoemt uit een film of waar gebeurt, of wat dan ook, dan moet je dus niet vol zelfverwijt en inspanning tegen dat beeld schoppen. Maar genereer een gewenst beeld in je geest. Zoek desnoods een mooi plaatje van een vredig tafereel. Maak je persoon onderdeel daarvan. Schrijf erover met een pen of potlood. Schrijf hem met een toetsenbord kan ook. Maar met de hand is het beter om het motorisch in te prenten. Schrijf met je linkerhand als je rechtshandig bent of andersom. Dit helpt om volledig te concentreren op het schrijven, waardoor je het makkelijker kan inprenten. Mediteer dan over het schrijven. Visualiseer over het schrijven. Zie jezelf aan het schrijven met de zaakjes met betrekking het gewenste beeld dat je wilt cultiveren. Dit zijn een paar van de dingen die je kunt doen om jezelf te herprogrammeren zodat je meer controle krijgt over je visualisatie en je wil. Oké, dan we doen een short toelichting dat we gaan in om 10 pauze drinken om voor wat ra. Zijn er op 10 oefeningen die erbij eigenlijk voor schrijven en dat je schrijft aan je linkerhand ook toe. Waar gaat het om? Is dat je daardoor een bepaalde concentratie opwekt, want het gaat erom dat je er bezig voor programmeren je schrijven, toch? Dus wat de facilie van dat je kan tekenen, krabbas aan wat rijdt, dat kan je schrijven en dan een one day theorie doen. Nou, dus in principe, ik vond hoe dit nou in een maatperiode. Ik je een voorbeeld voor een maatperiode. Je zou zeggen, koppelen naar hier.
maar at nanga hero kuti. Dan in principe in een moment die zie, dan yabi krabasanga watra, a sistema dati, a fasfai kan doen nanga krabasanga watra na alle momenti te yo mediteer, kan de fos dati, anga baka dati, ite ki krabasi is don, ita kanga sref takere, maar at mi na yo, yu na mi, order, sobo, balance, mi want you in mi libi, mi love you, mi want see you, frok to in mi libi. Ja, dus dit is nasa je takang a srefi, je takang a srefi. Tabo kon fu skriven, dan a srefsan je skrif tak mi na ma at na mi. Orde, reciprociteit, ofwel gelijke behandeling over en weer. You na mi, mi na you. Evenwicht, utaki, balans, utaki. Dan tabo kon tab heru kuti, because heru kuta nga ma ate waka. Ino kan taki orde mus desondro handhaving. Dus mina orde, mina handhaving. Dus mina so schrijf je als na de faya justitie, na nga politie, ino ka justitie wang. Isabi toch? Yeah. Politie moest de fu handhaving. No. Of fu set, isabi toch? Dus dis na tori. Dus dat je taki mofo, tak mina justitie in a voorbeeld is, mina politie in a voorbeeld is. En dat je ook tak kon tap schrijven, as schrijf san je schrijven, an a rechter aan, je schrijf an a links. Dus je doet zo voor mogelijk vasani vasan kon do in je systeem afu zijn de zodat te je gas ribi nou dat asani de in je ribi is dat want je programmering dus je zorgt voor dat je de vrokte is van bon a tree of life dat den de na je na skin te je wiki maar den de na je na skin te je is ribi is dat dat in alle dimensie je etek den en dus dit naast de vita komt apu hero a wilskracht is dat dat je you know. En dan we drinken wat voor water, dus dan we potten een poco eventjes. Zo mooi is ribitirie, duviri chari dipite, jubosi chari werigwe. You brasa na inetti na son di megro mi vedi gamba si fubro di jetan charimi di megro mi vedi la paz si fugro di jetan torimi ma fai a lobi un negro pecode you lobi jimmi sabi fuson. Freire chari werigwe, you nada bedi petru lobi di don. Di me go, me begi gamba si fubo, dice tan chari mi. Di me go, me begi na pa si fugro, dice tan tori mi. Sa la fu petru firi de gro e fore signita cifri ma son sa oppo petru lobi de bro dime go mi vegi gran basi fu bro dirce tan charimi dime go mi vegi na pasi fu gro dirce tan torimi. Dime go, mi beji na basi fubro, irice tantorini. Mi penta ki es dati, like artist, mi sento a erkenning, mi sento, a erkenning mus being bena a group toch? Ja. Mi sento, en a group kan de ue je gemeenschap, mi sento. En ik haalde ook aan, dat Brada Sam, kotuang wa nummer tap a tapasait.
Dus dat je kan downloaden. Maar aan de hand daarvan is je toch dan weet je artiest erkenning, begrijp je? En we ondersteunen hem. Maar hoe ben op punt zou je gaan erom dat hij dat van 1 juli komt, dat een band opleidt, is je toch hoe onbaatzuchtig zijn wij als band. Ja, toch? En toen kwam Cisa Dolores met een voorbeeld. Met een voorbeeld van Zuidplein, van een andere groep, een Turkse groep, hè, die hun zichzelf bundelen, ondersteunen. Ja. En het is weliswaar een stichting die zich ten dienste stelt van, om kinderen te begeleiden, kinderen van de lagere school. Ja. Die achterstijn in whatever, hè? Maar met name kinderen die dus in groep 8 zitten, die moeten gaan naar de toets om die kinderen heel vroegtijdig klaar te stomen voor. Hè? En dan zie je dat ze, die kinderen worden erbij betrokken. Dat is wat ik eigenlijk, waar ik eigenlijk bij stilstond, van we weten dat deze mensen zich goed georganiseerd hebben. Als er vergaderingen zijn bij de verschillende gemeentes, zijn zij er die daar zitten. Heel veel. Yeah. Hè? Maar wat ik ook gemerkt heb, ze leren hun kinderen vanaf kleins af dat ze deel moeten uitmaken van die gemeenschap. Yeah, yeah. En alles wat die gemeenschap te bieden heeft, is ook toe voor hun. Ja. En ze trekken het ook naar hen toe. Dus dat leren ze hun kinderen. Dat leren ze gewoon uit ervaring. Van je moet erbij zijn om het naar je toe te trekken. Juist, juist. Dus dat is iets en anders. Wat mij, maar het is onderdeel van... Hè, nee, precies, anders heb je het idee dat ze mee moeten doen met anderen en anderen moeten ondersteunen. Nee. Maar ze gaan voor zichzelf. Ze gaan voor zichzelf. Okay. En dat is wat ik eigenlijk niks een beetje... Niks mis mee, hoor, daar niet van. Nee, absoluut niet. Nee. Dat is wat ik ook een beetje mis. Ja, bij ons. Bij ons. Exact. En wat me ook, en dan kun je zien wanneer je hiermee bezig bent, gaan een heleboel dingen je opvallen. Mm-hmm. Want ik zat te luisteren naar een debat op de televisie en toen hoorde ik die mevrouw zeggen, ja, toen die Duitsers, toen we allemaal, de Joden, allemaal vergast zijn, toen was onze taak, die vrouwelijke Jodinnen die achtergebleven zijn, zoveel mogelijk kinderen baren, kinderen maken. Hebben we ook zo, over gehad. Juist, zodat... weet je, het aantal joden weer in balans komt, dat er een balans is, want daar waren er een heleboel mensen, miljoenen mensen zijn vergast. En toen kwam ik inderdaad met, dus om de samenvatting af te ronden, is dus dat wij dat terugzagen in Maat, inderdaad, dat verklaring evenwicht binnen een gemeenschap is noodzakelijk in alle opzichten. Een voorbeeld zei je net voor kinderen, mensen hou het in de gaten, als je ergens woont, en er zijn meer kinderen van een ander volk in jouw omgeving en het neemt alleen maar toe, weet dat er is geen balans daar. En dat betekent dat jij daar geen plek hebt. Het is misschien niet vandaag zo, maar on the long run ben jij daar gewoon weg. Ja. Dat betekent dat alle voorzieningen die er zijn voor iedereen, jij gaat aan het kortste eind trekken. Absoluut. Als een appel gedeeld moet worden met 1 rood persoon en 1 blauw persoon, is het nog 50-50. Maar als er 1000 rode personen zijn en 1 blauw persoon, ja, die blauwe gaat, dus hè, om even een gek voorbeeld te noemen. Dus balans, en dat naar Maat overigens. Ja. Balans, balans in alles. Te ontjaren komt bakken naar de toren, zou je ben begin. Dus om moest zien dat die egoïsme voelen, samen met een jeep onze revie. Het is iets wat al, het is eigenlijk na zoveel keer ons recht naar. Langzaam vergeef. Is dat niet? Want je moet in evenwicht zijn op alle gebieden. Zowel je artiesten moet je aan brood helpen, omdat die terug moeten koppelen naar jou toe. Dus Alamonisa, a artiest, Mickey Amusman, Tjare investeer kom baka in een gemeenschap. Het zijn middels radioprogramma's, zijn middels whatever. Amus Tjare kom steun aan gemeenschap baka. Daar komt op de stand voor 1 juli enzovoort. Ja, kijk, als we eerlijk zijn, altijd hoe ben je gebaseerd op subsidies. En dat vaak de organisatie zit wel los subsidie. Je zegt, want dat niet hoor, dat nou op de stand zijn je brok of vrij, subsidie. Ja, ja. Je zegt, hoe ziet dat nou, money nou, want dat is genereren. Want je maakt je afhankelijk. En dat je dus zo afhankelijk voor de man, dat je de man tapakrang als aan die kaba. Ja, toch. Je zegt, maar los van feit dat hij
Oké, want ik nou als ik dat je teka subsidies aan de torko, ik doe ook toe, maar die zorgen dat die te a subsidie komt, de douane dan is dat om met den zelfstandig. En de tante kan subsidie, de komoro traag, het is moro subsidie. Ik kan ze ook toe naar de Hindustani brada voor nu, zeg de man dat die de landelijk tap radio, alle de zand dat die door alle de soort olie dat die en met den zelfstandig ook toe daarnaast. Teluku de strana orga, meestal a subsidie teki, maar subsidie goe na saka voor de leiders, a bestuur. Waardoor uiteindelijk je jere sam kan je zo ne kan als man je ja. Dat die pleegfraude, dat pleegfraude, zijn panja, zijn fadom. Dus uiteindelijk, het komt erop neer dat die UNO moest leren voor de zelfstandig. Ja. Er is niks mis mee voor teka subsidie, maar zat dat die teken. Voor kom ik het op de 1 juli orde, en zo zijn dat die, like vijf bij Abi, slavernij, gedeeld slavernij verleden. Wat lof de soort orde, ja, wat lof de orde dat die, ben je hier, wat lof, woenju, achteraf. Uno no ready. Dus we hebben een spiritual system nodig. Lek van de Turko abdufden, de Marokka abdufden, de Jew abdufden. Sa is zorg van kind safan inderdaad, dat ze meegenomen worden in dat evenwicht nou een wezenlijk onderdeel voor jou. Je zegt niet voor je gemeenschap, voor individu, maar voor gemeenschap, voor kondre, voor arras. Je valt of staat met evenwicht ten alle tijden. Evenwicht in aantal, evenwicht in rijkdom, evenwicht. Maar het. Ja. Je zegt het. Maar dat Assisa, dat hoe ben ik in aanwagen? Want niet tegen Assisa, dat je een atorko naar een Marokkaan, de assemblee structuur. Je ziet het. Dus, maar, awang etak Arabisch, en atrawang saptak Arabisch, maar afvoertaal naar Turks. Precies. Begrijp je? Ja. Maar dit toe maar, ik doe de eigen aan niet. Maar daar komt op een briefe structuur dat is mijn bondroep. Jawel. Begrijp je? De raakvlak, de abonnement, principe de kawa. Juist. En dat UNO eigenlijk een missie. Unaben. En teloko in Sardan is het toch. Dus eigenlijk, ja, nou een probleem zijn kan die ontstaan tijdens afschaffing voor slavernij. Want de kotaki de brada voor ons aan. Moko uit een binnenland sakaka foto, dan de fotoman bij een soort luku dat hij begrijp je? Want zo complex ben je ontstaan raven. Nee, maar het is bewust gecreëerd. Dat, if you want to nee, dat dus dat met dat nou, Sansa de witman in maar het gaat erom van dat hij ono bij man gewoon proberen. Dat is. Dus no, in principe, Sam komt dat toen ben je dat bewust de mancha verdeeldheid. Is dat je bewust ding zorg dat heers en verdeeld. Verdelen heers. Dus bewust ding doe dat. Maar nu, hoe kan het aangrijpen er dan terug voor si samsa, zo samsa, dat kan. Maar amore belangrijk, want oké, nu hoe door een punt. We zijn nu wijs genoeg om het te zien. Voor zijn er meteen aan het idee, is dat je toch, dit soort vieren dat dit is zo'n fotoman, een boeskondreman, en dat is weer reden dat. En eigenlijk schreef, blacke man, anga Hindustani, anga Japanese, anga Indi, asanet no, moest demoro ta kontap serna, want op een gegeven moment, je moest zeggen dat die Asarna volk, if you want Asarna volk, if you want Asarna taal voor Asarna volk, a eenheid moest de. Ja, dus dat is het toch? Want if you not do dat, dan, you know, de in balans ten opzichte van de trakkracht is dat ik in zee en de kom. Nee, maar dus de dit is de versterkte nummer. Ja, en dus zolang UNO nog je in dat E, no, om te stoppen aan die school, verschillende etniciteiten, waar een probleem. Is dat wie? Dus dat bij dus de gesprek in haar wat je weet, ik kon daar zo iets in doen. Dus dat me betekent dat jongen een verdeeldheid deed, want ik wil ook de distanning, brada, sadasana, de man op de eigen zin doen. Ja, ja. En de man taal aan, begrijp je? En bij ons, we hebben verschillende raakvlakken voor boeskondre, foto, begrijp je? Maar je hebt drie raakvlakken toe en dat, hoe denken no, maar het is wel iets wat je in je achterhoofd moet houden, denk half bloedjes. Ja, maar wel talloos no. En hoe bedoel je, minder begrijpen? Ja, zowel half bloedjes dan wit, maar half bloedjes dan het Turko, en Marokkaan meer dan Turko overigens. Maar wat bedoel je daarmee? Maar dus, waar horen die? Is dat niet toch? Dat is wel een vraagstuk. Nee, maar onderwijs. Dat is een ander vraagstuk, maar het is wel iets waar je rekening moet houden, snap je?
Ja, want, en ze, eigenlijk, je moet integreren in Low van nu af aan dat je hoort bij ons. Ja, maar kijk, dat is een heel belangrijk een punt, is je toch? Mm-hmm. Maar dan kom je toch weer even op het punt voor Taki dat die, Kotak, even betakken, hoe zou je beginnen? Mm-hmm. Begrijp je? If you lees Winti Ekemet, gaat het eigenlijk om dat eenheid in geloofsovertuiging sowieso nodig. Nee. Want if you go naar een man over theorie over een bepaald Winti, een man dat is ook zo, een trauma is ook nee, een man leren zo, dus een man doen zo. Begrijp wat ik bedoel? Dus draap je een groep, een vorm, draap je een groep, nee, bondroepba. Ik zeg toch, want er zijn te veel invalshoeken die niet aan elkaar aansluiten. Klopt. Dus dat nou, dit precies zou we verroken. Dus we hebben verroken nog voor wat je zou kunnen doen. Want is heel veel. Wat krijg je wat ik bedoel? Ja, er is veel te doen. Maar dus voor Tjara voorbeeld komen voor de kinderen. Want even maar stel vast nou dat zowel een Hindustani, een Japanese, een Blakama, wie zo peaceful is er naar een foto of boezie. Dat als eigenlijk als Nezi schreef uiteindelijk Abif kon denk zo. Maar goed. Maar in elk geval, ons aan dit dat we moeten zorgen dat ons trouwang. Dus dat ik alle den dogla voelen, alle den afbroeder voelen, moest de wang. Want transcefatorie voor evenwicht ook toe, waar we niet bij stilstaan, nog eens mee, dat Angasoma je go make it ching. Is dat niet? Nou, want de ching dekba, de dogla de afbroeder de, dus je verstoot ze niet. Maar uiteindelijk, een blakke man, een blakke oma, ook toe moest lukken dat een man Angasoma me make it ching. Onmakkelijk ade. Voor mij kwam China nog een trafvolk, een traras en zorg dat een krachtig dat idee van krachtig voor onvolk. Nou, moeilijk zijn. Nou, moeilijk zijn, want eigenlijk als Sandisi bij moest bed in. Is het al? Om een lange baan. Lik van een bed in naar een traf. De trouw. De trafvolk. En op bed in nieuw. Dus. Uno grof naar een dingje dat hij. Precies. Snap je? Dus precies. Nou wat moeilijk zijn. Moeilijk voor takken van. Juist voor takken van laat staan. Mm-hmm. En een punt voor de nono. En die was voldoende feit. Dat onomstotelijk. Juist. Snap je? Je kan er niet meer omheen. Het is nou eenmaal zo. Dus nou wat modus je moest vinden voor de mama voor de jean voor soort ding, een passie die ze want. Nou, een passie eigenlijk, wat ik vind, zijn nooit gebonden naar een richting. Nee. Naar een universeel tori. Snap je? En nou, vroko, naar de je voor jou, ik kan knappen in een Libi, lik van een almachtige. Maar even lukken, dan even lukken dat die. Wacht even, nou. Even lukken. Wat zei je dat hier? Er komen eigenlijk nog wel een paar punten. Absoluut. Maar if you look de man voor het oosten, dus Kotaki, India, China, de man dat sap, sana chakra. Dus de man, op een bepaalde vorm, de man, deelname, naar de soort toordisie. Begrijp je? De enige man zijn wijk af, is je toch een jaar in trafasie naar de islam en het christendom. Begrijp je? Een jaar in trafasie. Het zal misschien ergens wel tussen zitten. Het zit erin. Begrijp je? Maar niet zo, zang, if je op een bijbel en je man van een man kotaki in één oog slaat. Nee. Ik vind het heel jammer dat ik deze discussie zou moeten verlaten. Maar een andere plicht, dat is bij de Lions. We hebben vandaag een sportdag voor kinderen die niet zo vaak sporten. En dan hebben we een stuk of 65 kinderen die we vandaag laten sporten. Okay. En we vergassen ze ook op een schitterende, hele mooie dag. Mooi. Dus ik moet erheen. Ja. Nee, luisteraars, ik ga afscheid van u nemen, maar uiteraard gaan we de volgende keer hierop verder. Ja, Oké, maar dan ons recht nog met een tumsi langa moro hierna. Nee, want ayuru. Jawel, dus dat. Oké, Sisa. Dus grand tanje fiti de en on bunde moro fara. Chara krakti en alubi moro fara. Yes, give thanks. No tap, Sisa.
Nee, maar Atori sabe taki. Dus, maar drape je zie dat eigenlijk een te eko taki een wat ik ook met u ching naga van een wat moslim. Begrijp je? En van die kant word je toch word je gedwongen eigenlijk voor de kabinet structuur of de man. Zoals mij worden gedwongen, maar ik vind alles aan zijn dwingen vrijwel naar de dapper. En je weet dat voor Heroen, dan in principe dat is dat ik batak aan de boemsa. Nee, maar dus, maar daarom met dat je zit nog een paar punten aan. Maar Atorisa, ze is Dolores, weet dat je toch. Dat vanaf kind af aan eigenlijk. Ja, toch, maar drapie is hier, een groep wat win dat gedeelte, die ding. Precies. Loco aan allemaal er want je hebt ding figuren die uitzonderingen zijn elibi gewoon broeia vrij dus tegen voor de Marokka meer dan de Turken. De Turken moro hecht den dat asan dat meer konso vaak voor moxie aan het rasma maar eigenlijk asan dat die ziet dat lekvawe constateren dat een systeem moest de in een volk vanaf begin am dringen naar Bobby. Am moest sab a balans want we deen maar at we tak voor maar at am moest sab a evenwichtsprincipe die zie dat evenwicht er hoort in dat jou ras is dat toch no moest de in minderheid. Evenwicht er hoort in dat jou sabi dat jou no moest want look logica, dit is nou precies ampel logica, hè? Intellect. Ja. Sorry dat if one volk staat naar 50 miljoen zoveel, maar even de koude torko de mandati. If 1% voor de mekipje naar het rasma, een volk naar no een probleem. Maar if you volk staat naar niet eens 500.000, you know, dat was totaal alles makkelijk wat in een 1 miljoen. Is dat weer? Dus en met alle lobby en respect die den dogla naar de afbroeder misref abden toe, is dat weer maar logica. Is je toch logica moest leren je dat die sande dekba, maar zorg dat je hoor rekenen aan een sandati. En zijn er met anaf de problemen die de one sand dekba, omdat a tree of life is zorg dat je focus gaan op een gemeenschappelijke verkaar en samenhang. Dus je heel groot op een wang, alleen no tap een punt die ze aan de zo. En dat je zorg dat a peace for you. No kon dedegwe in a massa sang no de conscious. Yes, zeker. Want dus dan eigenlijk de man sang effectief voor als slavernij verreden. Het dan verteratori, nalik, de man voor 4 en 5 mei toch? Ja, ja. De man verteratori voor wat nagedachtenis is geen toch? Maar atori voor nu dan. Dat eigenlijk dan een deverpleeg voor gewroken tapapies geschiedenis. Voor jaar elementen komt voor met lekva assisa takito voor benader tieningre is je toch dus dan moet je middelen gaan zoeken voor jaar dat kadoro ook toe en dat we doen zelf zelfs dat na zijn we doen ja dus dat na streven toch dat na streven en een tegen stap dat ik bij want want toen boeken de lekva weet dat die als boeken de sanskrifiek basa op te maken 100% dan a tree of life zal nog kon echt eten naar doro hoe of wat. Dus ik vond ook dat een musical deel zijn bepaalde pokoe hebben die kaderen zeven. Ik heb pokoe zijn potno, de zonnekoning, een ander deel voor een musical. Zijn op te maken aan een tree of life. En hier zonnekoning zijn in een ra, een zon, een ra. Is dat dus nou in bedekte termen, die zijn dikba ik koekoe kom. Maar na trase, te ook charen kom bakken naar 4 mei, 5 mei, voor de wetma en 1 juli gedachte goed voor UNO. Inderdaad, na schrijf je, want de man is voor tjaar, voor ankra, je takieren no, die is nog mag goed zijn nooit morgen. En tegelijkertijd hoor rekenen dat isabi. En dat uno eigenlijk, like, vanuit dat ja, zo vanuit dat tree of life cultivatie, na eigenlijk wel een belangrijke aanvulling die de man. Alleen, de man realiseert deze reflectie, omdat kan de, luko, un kan gotaje de man takieren, we zijn belangrijk voor jullie, voor de samenleving. Wat is je van de behandeling toch? In zo'n opzichte dat nou een abif godo een egis aan. Maar nou, het samen op zijn, de man moet zeggen dat hier nou een gedachte goed voor in jullie, het staat, kan niet losstaan van de tree of life. Dus een cultivatie, het zeg maar,
programmeren van een ander gedrag. Mm-hmm. Want je kan niet alleen roepen, het mag niet meer gebeuren. Je kan niet alleen verwijzen naar geschiedkundige dingen. Ja. Je moet dus ook kijken naar hoe zorg ik ervoor dat het ingeburgerd wordt, dat het geprogrammeerd wordt. Ja, dus we moeten stappen gaan ondernemen. Voor Charaman, dat de man conscient de man is noodzakelijk. Of, in elk geval, nooit onnoelijk, libisch, maar noodzakelijk, maar een filosofie. Een filosofie noodzakelijk die een gemeenschap. Want zo langs een passie voor meditatie, programmering, je kan burger een bepaald gedrag in you of in you ching en enzovoort enzovoort. Nee, maar dat naam was hij eigenlijk voetjaar, zodat hij in juli, ik is van morgen tranga, wat tranga betekenis. Niet alleen maar feest. Want dat neem ik van dat feest. Tangen nou je begeren de laatste jaren, je is mij dat mooi, hey, dat waarom gaan we elke keer feesten? Ja, dus maar voor zolang ik examen heb in juli, ik moet pas ernaam, kon je als op tata. In juli altijd bij de dans, is dat het toch? Dus amana nou een diepgang nou de, je bent de. Dus een diepgang zou moest komen nou, en moest gaan zien naar haar spiritualiteit. Is dat bij? En moest gaan kijken, de laatste paar jaren staan vast bij organen in het tempo waar dat staan. Dan is dat de kerk die dominee contact maar dan toch, je hebt een soort spiritualiteit, zou moest je diep gaan komen, eigenlijk naar medeplichtigen in haar verleden. Is dat bij? Dus dat, nee, maar dus ja, dus mijn begrijp zei je dat keer, maar daarom niet bij Haaland toch, dat hij vast van omstaar, dat hij geschiedenis kon, is je toch. Ja, omstaar, en kon dat wel vast die pedis, maar eigenlijk, ik verstaan dat na apis kemet. Ja. Apis kemet, is je toch. Ik wou dat zolang het tigris heeft nog leven tegen Tori, na ultima vragen, hoe hij in Aladdin Tori. Begrijp je, is je toch. Dat is nou een deel van Tori. Ja, toch. En geschiedenis, laaieren voor go dikki, voor veni, voor chakador, mix masabi. Sowieso. Begrijp je. Maar ja, dus ook weer een stukje zoekopdracht natuurlijk, is je toch. Maar ja, ik bedoel van internet en staat er vol mee. Ja. Internet dus, laat je dus om ons zorgen nou dat je voor brokken dat allemaal goes dom. Ja, toch. En dat adje aan het beginsel zou betekenen dat die wijsheid is toegepaste kennis. Dus een wijsheid kennis laai beter gezegd. Ja. Maar een mantro wijsheid, omdat toen je pas in toe. Dus wijsheid, hij tronk te om een pas in toe. En deze a tree of life is iets wat je kunt toepassen. Ja, dus mensen, lobby branga sa respecti arkisma, pas het toe. Ude ete in a maat en a herkulti periode, utak voor voor maat no, want alle den sansa wetak no, evenwicht, balans binnen je gemeenschap, ab te maken aan a maat. En fa ab te maken aan a herkulti, a do voor a tori. Ja, de valtak justitie aan a politie, den ewaka makandra. Alle den sansa utak no no de, a feit dat unde bezig voor dwing na herkulti. Het feit dat je zei Arki, wie soort fasie, wie zou je hangen aan, wie soort spiritualiteit je hangen aan. Wie zou dat je bezig voor dwing. Wie zou dat winti, dat is maar voor winti. No, de wat los aan heb zijn, mijn loop fossiel. Ik denk maar aan Afrika, ik kan dat zijn one thing, maar nou een mooi zijn in een doetori. Na evenwicht de mij zoeken. Na maat de man de bezig is zoeken dat. En na het doel van tori is dat toch heel goed. Het manifesteren zelf dat ook toe. Dus drape, dus eigenlijk de man dat hij nou echt na een hele kutie de man wat dat zei, hè? Is dat bij? Dus dit is nou manifestatie. De man dat hij nou echt. Maar ja, het is een, oké, ik bedoel van een overweging na de problemen, sabe kom tussendoor, is dit toch? Maar jij mama mijn boer, ja, zo naar jou. Ik hoop dat naar buurman. Oké, je bent de front af. Dus zijn de takkie, bro. Nee, dus mijn lof van de man doet Tori. Is je toch? Je ziet dat hij nou een pis hero kutie Tori. Wins alle de sani sabe kon a mindri. Is je toch? Next no weerhoud de man. Fogo do. Na do. Zat de man bij hem do. En dat mijn belof is je toch? Dus maakt niet uit, maar eigenlijk. Drapie je zijn samantaki uitdaging, hè? Ja. Dus de mango en de man berei bijna op zo'n jaar in mijn brino. De man zou bijna een jaar dan een uitdaging voor door pedemandoro. Ja, klopt.
Maar dat is niet toch. Dus jumpa tapu en trobi, maar dat doe je wat eens maar zingen. Dus en dat is een uitdaging procedure die dat je toch te je tak was en je tak voor je tak vind. Dat je kies aan deze, alle deze aan zou konden tussen. En dat je moet sorry nou, dat me een go doen anyway. Me een hoorval anyway. Ja, dus, ah, want dat je... Maar je ziet ook dat hij... Tegen een paar jaar. Ja, want de mannen horen, lijkt wel dingy. Je ziet toch, de man voor vooral mijn man. De man voor vooral mijn man, je ziet toch. En daarom de man kan goed doen. En duidelijk, de man is ook maar uit. De man is ook balans. Ja, want ja, eigenlijk. Maar, if je Shasan, if je Lucasan boom, was van veel water, is volledig. En alhoewel het in het begin ook doen voor mijn uit. Dat hij van tijd tot tijd in moest reinen, dus dat hij. Ja, toch. Zo mijn passie de voorreinig. Look, if weer wat er in Rocco die. Dan moet je dat doen. Is dat weer een, you know, dwing. Ja, toch. Is dat weer maar, we propageren dat door op een level pay je kan dwing zonder Aladdin staat hier al een tijd naar door. Ja, omdat na je wilskracht, is dat weer toch, naar een spits. Ja, toch. In een elftal die zien voor bereik zijn die je. Dus if je maar kracht toe, je wilskracht zodanig dat je maar stuur alle de obja die is voor a tree of life, alle de wind die is voor je, voor a tree of life, voor den den afa, voor den den je bakaman afa, je programmeer den afa, dat in principe je na no antra doorzee is aan de hand. Ja, dat is het ook. Maar het hoort dat hij, oké, in het begin ook beter, dit hoort dat ik waar, is het ook. Maar een balans brengen in jezelf wil ook zeggen van hoe eerlijk ben je tot jezelf. Want Aladdin, je ziet beproevingen, dan heb je zoiets aan dat hij is. Maar hoe eerlijk je bent tegen jezelf, je begrijpt toch? Want nou, mee bereikt situaties, permissie dat je nou. Voorzien, ik ben reageer, maar nou, omhoog je het weg. Omhoog is door rustig. Dus daarop is het ook met dat rustig, maar naar rust. Begrijp je? Omoren je de naar rust, omoren je de tap a situatie. Ja, hey, maar een telefoonnummer, een elkaar toch? Of niet? Ja, elkaar, een telefoonnummer, dacht ik, zeker. Okaren, bakaren voor de zekerheid. Voor de zekerheid, maar kan je voor rieken, elkaar en bouwen elkaar. Ik heb het al, 06-57-814-283. 06-57-814-283. Sowieso had je ook tot op een Facebook pagina voor nu. Dus dit maar ben kan karo nu. Dus maar zijn Arki kan. De Arki zodanig dat ik de bericht dat ik ook Arka Tori. Ja, maar kan je naar Tori. A Tori faya zo. Dat is maar bericht dat no. Nou, no bel. Voor Arki. A Bafa Tori. Posi. Maar, want nu heb je een 5 minuut. Kout dat ik een grafweg een 5 minuut plus. Voor Tjaring goes tot toe. Dan toch in principe een dwingje zo morgen langer dan gebruikelijk. Maar goed je nog deel, want ons doet dat pas schopstoel. Nee. Is dat weer dan? Dus hoe deel nu eigen studio, eigen uitzending. Dus maar, inderdaad, eerlijkheid ten opzichte van je schrijven, naar als roto in het ombad. Dus naar je langer je schrijven, en nou sma aysani. Is dat weer, want dat is sma aysani, dat ik kan taki van, hey, oké, mi 100, mi 1000, en de man dat hij. Maar die user heeft in normale jaren dat hij. Nee, maar omdat dus dan zijn jij eigenlijk. Je hebt smaak aan dat je. Dus dat zijn mensen met die gedachten, hè? En die gedachte is krom. Ik kan denken dat zolang mi. Nou, want die zou lezen net, is het toch. Het komt in mijn eigenlijk de toren comfort in Aladdin en cultivatie. Je hebt smaak aan etaki dat hij zolang mi no dora 5 miljoen, mi no gelukkig. Precies. Dat want dat je van ja. Precies. Dat geluk moest de nono de kabaan. Je ziet toch. Je ziet toch. Dat geluk moest de en dat nou, want Sansa voet en dat je betrapt is recht erop dat hé, wat vorm voor onrust de in me. Ja toch. En dat alle jokie betrapt is recht erop, dan a kracht voor reden, bij die denering moest maar tjai kom bakken dat keren nou, zijn de onrust de in me. Dat want dat me no is je rust, lek a enigste. Sani-san, ja, moro bigi, moro ala-san. Ja toch, want afrede, dus dat want dat hij na 5 miljoen na afrede. Precies, terwijl afrede je bent gescheiden, dus ja.
Je ziet toch? Dus de Abba Fredrik, maar de Soutena Ting. En daarom is het nou een mooi voor a Tree of Life. Je ziet dat je begint naar een rust, een innerlijke rust. Het is nou een sansa je begint voor. En in alle die trouwen, ik vast zo net hoe lezen dat, je ziet dat die. Heru schreef je, chai kombaka tap a punt die zit ak jereno, gombaka na de voorgaande cultivaties. Ja. We hebben het nama innerlijke rust voor chari kombaka kom kraken baka in you. Want dit is na sang na you, dit is na sang na you uitgangspunt. Want wie so tra agenda you abi, tra san tsa you abi fu say want do you zelfstandigheid. Je zou bij alle dingen zijn dat na mooi zijn. Oké, we gaan bellen. Op de valerie. Op de valerie. Even kijken. U bent in de uitzending. Ja, goed. Dankjewel. Ja. Die vorige uitzending die deed. En nu heb ik het alles mooi. Die was niet takkie. Product. Carlos. Voltaire. Sister Dolores Voltaire. Dan hier is het brother Chef Voltaire. Voltaire. Die vorige uitzending die deed. Voltaire. Ja, oké, brother. Grand Tanifi. Yes? Ja. Ah, boom. Dan gaan we een sweet day moren varen en beterschap, ja? Dankjewel. Grand Tanifi, brother. Hotep. Oké, hotep. Jawel. Oké, lobby brana sa respecti arkisma. Dus dan, sabi dat, kan bel. In elk geval, tenanga noya, a laatste uitzending aben go moro betre. Dan no en dan udeno in a PCP in principe omus fucharin con stoto dus minus abef alasan egona fasi brada
Want wie denkt dat die uitzending liep even in de steek. Maar dat zou doen dat we zorgen dat die wetjaring gestort en dan een herhaling, weet ik alles aan op naar va, dus een gesprek voor een telefoon kon wel in een uitzending, ook kon in een herhaling. En dan we Libië naar je sabi social lobby, roken naar Israëvi en de famous last words. Luisteraars, ik zou zeggen een prettige zondag verder. En tot over 2 weken. Yes. En we sluiten af met... Dwanga retina. Mama. Mama fobia. Abo lobi branga sare speki arkisma. Hotep. Soso lobi. Hotep. Papa, you na mi brudu, do bari bari, do sari sari, mama no bari bari, o fra frite te, do bari bari, do sari sari, mama no bari bari, o fra frite te. Free day.